cameratechniek. Kun je uitleggen wat scherpte diepte is? De voorkant is dan scherper dan de achterkant. Als je weinig scherpte diepte hebt, dan is eigenlijk dat je echt focust op één punt op de foto en dan de rest is heel wazig. Maar als je heel veel scherpte diepte hebt, dan is eigenlijk alles heel erg in focus. Ja, het f-getal, hoe lager hoe vager. Welke drie onderdelen horen bij de belichtingsdriehoek? De diafragma, de ISO en de sluitertijd. De ISO. Dus bijvoorbeeld als je in een hele donkere ruimte bent, kan je die hoger zetten, waardoor je dan meer licht ziet. Maar als je bijvoorbeeld ergens buiten bent, dan kan je hem wat lager zetten, zodat de foto niet overbelicht is. Maar hoe hoger jouw ISO staat, hoe korreliger het beeld wordt. En hoe lager hij staat, hoe scherper je beeld is. Dus als jij buiten aan het fotograferen bent, moet jouw ISO eigenlijk zo laag mogelijk staan. En zodra jij binnen wil gaan fotograferen en het is daar wat donkerder, moet jouw ISO dus hoger staan, zodat je beter beeld hebt. Je hebt ook een diafragma. Dat werkt eigenlijk hetzelfde als je pupil. Dus als het heel donker is, is je pupil heel groot. En is het heel licht, dan is je pupil heel klein. Ja, de sluitertijd is eigenlijk, als je dan een foto wil maken, dan gaat er een klepje open en dicht. En dan kan je eigenlijk bepalen of je die heel lang wil open laten staan of juist heel kort. Wat weet je van sluitertijd? Dat is de tijdsduur waarin de sluiter van de camera open staat. Nou, als de sluitertijd heel kort open staat, heb je een spotfoto, dus dan is hij heel scherp. En staat hij heel lang open, dan heb je een beetje een wazige foto. Ja, dan kan je bijvoorbeeld als iemand aan het rennen is, dan zie je dat lichaam nog een beetje zo erachteraan vagen.